ieder uniek persoon heeft een bepaald soort snelheid in zich qua adapting aan een nieuw bewustzijnsniveau. Dus bijvoorbeeld, Kim heeft een heel flexibel veld en een flexibel bewustzijnsniveau en een heel flexibel bewustzijn waarin ze, als ze dingen hoort of dingen teruggekoppeld krijgt, dat ze snel verbinding met zichzelf kan maken, de gevoelens kan voelen, ze kan het transmuteren, ze kan de lessen renderen die psychotherapeut tegen haar zeggen en ze kan het ook gelijk in haar gedrag toepassen. Dat is snel. Dat is gewoon een soort, dat is shapeshifting. Dat is gewoon dat. En we kunnen ook Roderick hebben. En Roderick heeft een vaste energie. Die gaat naar de psychotherapeut. Die heeft een paar weken nodig om überhaupt een verbinding te leggen met dat ene stuk. Heeft die verbinding gemaakt met dat ene stuk. Dan duurt het nog een tijd voordat hij begrepen heeft wat dat stuk is. Dan heeft het nog tijd nodig om het te kunnen voelen. Moet. Niet moedig. De moed ergens uit zijn broekzak moeten halen om het te voelen. Dan nog het te kunnen transformeren. En dan vervolgens met het nieuwe bewustzijnsniveau ook nog het gedrag kunnen aanpassen. Dus Roderick, in plaats van Henkie, want wij zijn Henkie en Henkie nu. Roderick kan zomaar een paar maanden verder zijn. Ja. Terwijl Kim gewoon een paar keer knippert met de ogen en er is. Ja. Dus het is met elk persoon heeft dat weer dat heeft ermee te maken met het frequentieveld waar je mee geboren bent. Dus je eigen ziel, je frequentieveld. Je persona heeft een frequentieveld. Dus die twee werken, die staan de hele tijd met elkaar in verbinding en responsive. En dus mijn veld heeft een bepaalde unieke frequentie en die van jou ook. En daardoor zijn we zo uniek. Dus de een leert niet, iedereen leert anders dan de ander. En dat maakt het zo mooi om mens te zijn. Maar wij mensen zijn gaan kijken naar concurrentie, competitie, noem al die vlakken maar op. We zijn helemaal niet naar onze uniekheid meer gaan kijken. Dat we elkaar wat te brengen hebben en te geven hebben in plaats van nemen, graaien, alles is voor Bassie. Weet je, we zijn helemaal daarvan weg. Maar als we nou elkaar in die uniekheid kunnen laten en dus ook de ruimte kunnen geven aan iemands bewustzijnsontwikkeling, weet je, vanuit compassie en begrip, dan kunnen we Roderick laten in zijn veld. Hoeven we niet aan te trekken of kom op Roderick, je moet ook mee naar 5D. En Roderick heeft er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in, want Roderick is zijn moed nog aan het zoeken in zijn hart. Where does it go? I don't know where it is. Ik heb het, maar Kim die kan wel. Kim die is er al. Maar Kim hoeft niet te wachten op Roderick. En dat is wat wij met mensen allemaal doen. We gaan allemaal wachten op onze Roderick. Terwijl Roderick gewoon lekker zijn tijd mag hebben. En Kim, jij mag gewoon door. Ja. Dus het gaat er ook om, durf ik mezelf toestemming te geven om te ownen dat ik geboren ben met een high frequentie en een persoonlijke high, hoge frequentie. En durf ik mezelf de toestemming te geven om op die hoge frequentie te zitten. En gewoon te zwaaien naar Roderick en te zeggen, hey Roderick, you're doing great, man. You're doing great. And that's it. Maar niet jezelf te verlagen, toontjes naar beneden, volumetjes naar beneden, Roderick meetrekken, Roderick meecoachen. Weet ik het wat allemaal. Ja. Het is ook een beetje, wat is het dan, egocentrisch, egoïstisch? Of, Ja, van beide partijen. Ja. Het is bij beide partijen is het een totaal out of alignment story. Hm. Maar volgens mij geeft het wel antwoord op wat vragen.